Prisma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, ALS, is voorstander van een latere start van scholen vanwege de zorgelijke COVID-19-situatie. Het ministerie van Onderwijs heeft woensdag laten weten dat het tweede kwartaal van het schooljaar normaal aanvangt op vrijdag 7 januari. Hiervoor is de wettelijke regeling van 2 weken vakantie in acht genomen. In de Raad van Ministers is besloten om vooralsnog de schooldeuren niet te sluiten, ondanks de explosieve toename in het aantal COVID-19-besmettingen. Mangre blijft van mening dat de opening van de scholen met tenminste een week moet worden uitgesteld. Wat we nu merken is dat we zitten met een aantal besmettingen van 961 op dagbasis. En dat is te veel. We zitten dicht bij de 1000. Ik haast me erbij om te zeggen dat ik geen voorstander ben om elke keer bij elke stijging de scholen te sluiten. Maar we mogen niet voorbij gaan aan de realiteit. En wat is de realiteit nu? Dat de situatie ons zorgen baart vanwege het aantal besmettingen op dagbasis. Dan denk ik dat het raadzaam is om de scholen nu voor dit moment nog niet open te stellen. Ik zeg niet daarmee dat we de scholen helemaal niet moeten openstellen, maar ik stel voor dat we dat op een later tijdstip doen. We kunnen het uitstellen met een week. Laten we een week kijken hoe dat verloopt en dan een beter besluit nemen. Zelfs DNA heeft de activiteiten 2 weken on hold gezet. En als we merken dat er een hele lage vaccinatiegraad is bij de leerkrachten, we weten ook tot nu toe niet hoeveel leerlingen zijn gevaccineerd, dan denk ik dat we even pas op de plaats moeten maken voordat we dat besluit nemen om scholen op dit moment, waar de cijfers erg hoog liggen, de besmettingen ook veel sneller gaan om de schooldeuren open te stellen. Mochten de schooldeuren toch nog openen, adviseert de BVL als voorzitter dat de leerkrachten zich laten vaccineren. Een poging om de minister van Onderwijs te spreken is vruchteloos gebleven.